Kotroute is een initiatief van Amusez-vous, een organisatie die kunst dichter bij jongeren wil brengen. Ze organiseren dit event elk jaar in samenwerking met de plaatselijke musea. Concreet worden in verschillende studentenkoten kunstwerken, installaties, optredens en performances vertoond en worden de koten voor één avond omgetoverd tot tentoonstellingsruimtes. Wat vind je van de Kotroute? Ik vind het eigenlijk superleuk. Ik heb al vrij mooie dingen gezien. Leuke mensen ontmoet. Ja, zoals het moet zijn eigenlijk. Hè. Een leuk cultureel initiatief. En zou je zelf ook je kot openstellen voor kunstwerken? We hebben eraan getwijfeld, maar nee. Ons kot ligt een beetje te slordig en de opkuisactie zou te drastische maatregelen vergen. Een interessant initiatief omdat wij onze werken kunnen tonen. Want het is echt niet gemakkelijk om zo ergens in een galerij te staan. En, ja, je moet toch veel contacten hebben en zo. En dat is echt leuk. Dus daarmee is het echt gemakkelijk met Kotroute. Gaan jullie anders veel naar musea? Af en toe, niet zo superveel. Nee, ik denk dat nu doe je daarachter een keer, omdat dat zo georganiseerd is en dat dat een evenement is. En anders is dat zo meer als je zegt, ik ga daar een keer naartoe gaan en dan uitstelt en dan komt dat er nog van. En het zijn ook zo veel verschillende dingen. Terwijl een museum is meestal gericht op één soort kunst, terwijl dat nu heel veel verschillende soorten kunst zijn die je eigenlijk kan ontdekken. Op zijn blauwe hemd. Botermarkt, de tralies zijn. Onmerkbaar traag, hij nog zoals de boten die de haven aandoen. Het bergen van het schip. Zo hijsen wij gezelschap uit de stroom van mensen. Tussen apotheek en de supermarkt, de dierenarts en de frituur worden steeds kleiner, kleiner. De mannen steeds breder. De dames steeds dikker. Ik denk ook dat we kunst niet altijd in een museum hoeft te staan en dat dat inderdaad een huis van de mensen kan zijn en kan opstarten vanuit het idee van mensen zelf en niet echt van de mensen van de musea die bepalen wat er een museum komt of niet. We'll be right back.